Winkelend publiek loopt netjes rechts van de streep. In de Hoofdstraat in Apeldoorn waren zaterdag geen dranghekken meer die het winkelend publiek op afstand moest houden. Daarvoor in de plaats zijn er strepen midden op de straat aangelegd. Met de tekst houd rechts wordt het publiek geattendeerd rechts van de streep te blijven lopen. Voor mensen met een rolstoel of scootmobiel zijn de strepen een uitkomst. Zij moesten eerst helemaal omrijden om bij een winkel te komen die aan de andere kant van de hekken te vinden was. Ook voor de mensen die goed te been waren vonden de strepen een stuk handiger. Ook zij vonden de hekken bij het winkelen maar knap lastig. Door het aanbrengen van de lijnen moet het publiek nu ook op andere dagen rechts blijven lopen, want de dranghekken stonden alleen op de drukke zaterdagen. Ondanks dat het winkelend publiek zich niet echt aan de 1,5 meter maatregel zich hielden, liepen zij wel netjes rechts van de lijn. Slechts een enkeling liet zich niet leiden door de lijnen. Ach ja, het is natuurlijk even wennen, al die strepen. Zaterdagmiddag is een motorrijder door een automobilist geschept. Dat gebeurde op het Klein Paradijs ter hoogte van het vakantiepark De Eikenberg in Beekbergen. Bij het verlaten van het vakantiepark zag de automobilist de motorrijder over het hoofd. De motorrijder raakte daarbij zwaar gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De weg was door het ongeval tijdelijk helemaal afgesloten voor het verkeer. Zondagmiddag reed er een wielrenner in op een voetganger. De fietser raakte daarbij gewond en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Het ongeval gebeurde op de energieweg op het industrieterrein De Ecofactorij in Apeldoorn. Er was ook een traumahelikopter ingezet, maar die bleek niet nodig te zijn. De voetgangster liep lichte verwondingen op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie had een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval en heeft daarbij gebruik gemaakt van camerabeelden van het naastgelegen bedrijf. Maandagochtend is een fietser aangereden door een automobilist. Dat gebeurde op de kruising Marke-Ramers-Donk met de Gildelaan in Apeldoorn. De fietser raakte daarbij licht gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Vermoedelijk heeft de automobilist de fietser over het hoofd gezien met een botsing tot gevolg. De politie heeft beide partijen ondervraagd en heeft een onderzoek ingesteld. Maandagmiddag is er een scooterrijder geschept door een auto. Dat gebeurde op de kruising Edisonlaan met de Vleitseweg in Apeldoorn. De scooterrijder raakte daarbij gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De inzittenden van de auto kwamen met de schrik vrij. De kruising werd deels afgesloten en het verkeer werd omgeleid door de Koninklijke Marechaussee. De toedracht van het ongeval is niet bekend, daar deed de politie onderzoek naar.